Sinds 25 december ontbreekt elk spoor van Kate Middleton en haar afwezigheid heeft een ware stortvloed aan wilde speculaties ontketend. De meest opvallende theorieën omtrent haar mysterieuze verdwijning doen de ronde, variërend van ernstige bezorgdheid tot ronduit bizarre complottheorieën. Een opmerkelijk gerucht suggereert dat Kate onlangs een ingrijpende buikoperatie heeft ondergaan, waarbij de aard van de ingreep angstvallig geheim wordt gehouden. Kensington Palace heeft slechts bekendgemaakt dat de operatie succesvol was en dat Kate tot Pasen thuis moet herstellen. Haar afwezigheid heeft echter tot allerlei speculaties geleid, van oprechte bezorgdheid tot de wildste complottheorieën. Een van deze bizarre geruchten suggereert dat Kate een nier heeft afgestaan aan koning Charles als ruil voor de troon. Een bericht op ik sluit. Ik vind het fascinerend hoe allerlei samenzweringstheorieën over Kate Middleton de ronde doen. Hoewel ik normaal gesproken niet geïnteresseerd ben in het koningshuis, kreeg ik een verhaal toegestuurd waarin wordt beweerd dat ze herstellende is van het doneren van een nier aan Charles in ruil voor de troon. Een andere opmerkelijke theorie wijst met de beschuldigende vinger naar Meghan Markle als de vermeende ontvoerder van Kate. Volgens deze theorie zou Meghan de vrouw van prins William hebben ontvoerd en haar gevangen houden voor losgeld. Op sociale media deelt een gebruiker: Ik weet wat er met Kate is gebeurd. Meghan heeft haar ontvoerd en houdt haar vast voor losgeld. Sommigen suggereren dat Kate zich simpelweg verstopt, wellicht uit schaamte na een vermeende biloperatie of na het laten knippen van een pony. Een andere opmerkelijke suggestie is dat Prins Harry betrokken is bij de verdwijning, waarbij wordt beweerd dat Kate een affaire zou hebben gehad met Harry en hun liefdeskind verborgen houdt voor het publiek. Er zijn zelfs verontrustende speculaties over huiselijk geweld, waarbij wordt verwezen naar de geruchten over het opvliegende karakter van Prins William. Een gebruiker deelt: Ik heb ook gelezen dat ze in het ziekenhuis belanden door het opvliegende karakter van William. Sommigen beweren zelfs dat ze overleden is. De variëteit aan theorieën is werkelijk buitengewoon. In deze tijd van onzekerheid en speculatie blijft de daadwerkelijke reden achter de verdwijning van Kate Middleton gehuld in mysterie, terwijl het internet overspoeld wordt met de meest uiteenlopende en fantasierijke theorieën.